Waarom zou ik meegaan met de kudde? Iedereen neemt video's op, iedereen denkt wijs te zijn, iedereen denkt levenservaring te hebben en dan moet ik hetzelfde gaan doen? Nee, liever niet. Ik ga niet mee in de kudde. Maar hoe leuk is het om mee te gaan in wat werkt, videomarketing, de kudde, en jezelf daarin te onderscheiden? Ik denk dat een van de voornaamste redenen waarom mensen op Clubhouse zitten, wat een top-app is. En ik vind het ook zelf als videomarketeer, dus voor een camera staan en spreken, dat doe ik al meer dan 3 jaar, vind ik niet meer spannend. Maar als zeg maar gebruik maken van alleen mijn stem, is iets wat ik doe op Clubhouse om mezelf ook verder te ontwikkelen, ook als persoon, maar ook in het zakelijk leven. Dus daarvoor is Clubhouse heel goed. Maar de reden waarom mensen alleen op Clubhouse zitten, is omdat ze ook video wel eens spannend vinden. Ja, dankbaarheid. Ik wil nog even op terugkomen van Emiel. Want als we wakker worden, soms hebben we wat mindere dagen, maar stel je voor, het is een krachtige start van de dag, dan sta je ook zelfverzekerder voor de camera. En dankbaarheid helpt daarbij, wat Emiel zei. Ik ben dankbaar, en dat is ook een persoonlijke introductie, dat mijn ouders, mijn moeder, die nooit zwanger kon raken, en toen mijn ouders uiteindelijk het onmogelijke mogelijk maakten. Nou, mijn zus was het eerste wonder, de oorlog in Bosnië brak uit. Tijdens de vlucht raakte mijn moeder een tweede keer zwanger, het tweede wonder, zo kies ik het te zien. Ik kwam in Nederland aan, dus ik ben dankbaar voor het leven in Nederland. Dat is punt 2 waar ik op wil terugkomen. En punt 3, influencer. En wat is het nou precies, wanneer ben je het? Nou, naast het consumeren van talloze video's in mijn tienerjaren, ik ben nu 25, kijken naar Tony Robbins, Grant Cardone, Oprah Winfrey, Gary Vee, Jordan Peterson, Michael Pilarczyk, Ilko de Boer, noem het maar op. En ook het zelf maken van video's, meer dan 3 jaar lang, en anderen hierin ondersteunen, heb ik gemerkt, als je 1 volger hebt en die kijkt, die is zelfs interactief met jouw content online, dan ben je een influencer. Nou, op LinkedIn heb je het over het zijn van een influencer en dan wordt er vaak gekeken naar de, ja, hoe kan ik het best zeggen, naar voorbeelden zoals Femke Louise. Kan... Hallo? Ja, Marco, mag ik hem heel even inbreken? Ja. Want ik vind dat je nu iets heel wezenlijks aan het aankaarten bent. Ja. En waar ik ook jou van wil vragen om nu de diepte op in te gaan. En dat ga je ook doen. Maar ik wil het echt even voor de luisteraars duidelijk maken. Ja. Wat Marco dus zegt is, influencer is ook en vooral impact. Maken. En impact maken, en dat kan je al door 1 iemand te bereiken. Dat is ook wat jij zegt, hè, Marco? Zeker, ja. Amen. Ja. Ja, en impact maken, en dit is waar ik enorm boos werd toen ik vroeger naar... kan ik vroeger zeggen als ik 25 ben. Maar toen ik vroeger in mijn 10e jaar naar influencer keek en ik dacht, ja, je post iets en het is mooi, het is humoristisch, het is leuk, maar wat heb ik eraan? Om een foto te zien van iemand die op vakantie is, terwijl die 1 miljoen volgers heeft. Dus dan is de vraag allereerst voor dat soort influencers, voordat we doorgaan naar als ondernemer influencer zijn en impact maken. Hoe maakt iemand nou impact door niet kennis te delen? Door iets grappigs te laten zien, humor, sensatie, schoonheid. Dus zeg maar met het videomarketingbedrijf Reconstruct hebben we een model gemaakt en ook begrepen waarom er op verschillende manieren, los van wat wij er als mens zelf van vinden, waarom er toch veel interactie komt op inhoudloze posts. En dat deed me vroeger pijn, maar nu begrijp ik het. En we hebben het KSHS-model. Reconstruct. En een K staat voor kennis. Nou, we denken als je kennis deelt in een video, dan maak je impact. Want iemand komt er tegen en die heeft net een tip nodig. Hey, hoe kan ik afvallen? Maar we vergeten vaak de SHS. Sensatie. Deel je mening over corona. Humor. Zeg iets grappigs. Of schoonheid. Misschien ben je een prachtig mens van binnen en van buiten en laat je dat zien in een foto. Dus er zijn verschillende manieren van impact maken. En we mogen niet alleen focussen op kennis als ondernemer. De titel of waar ik dieper op in wil gaan is het volgende. En dat is, hoe word je een koning op camera? En wat betekent het om een koning op camera te zijn voor jezelf, maar ook voor je doelgroep? Als we kijken ook naar het algemeen beeld van een koning op camera, of van een koning. En dat is iemand die klaarstaat voor zijn of haar volk. Als we dit vertalen naar het ondernemerschap, iemand die klaarstaat voor zijn of haar doelgroep. En ik denk, wanneer je camera-angst overwint, en ik had het ook, ik vind nu bijvoorbeeld Clubhouse vind ik wat spannend, want je hebt alleen je stem, en alleen daarop kan je bouwen. Maar als je die spanning toegeeft, dat je dat hebt, zeg maar,
en je camera-angst overwint, dan zul je extra winst maken. En hoe extra winst met videomarketing, met impact maken? Persoonlijke winst, denk aan persoonlijke groei. Je zult vroeg of laat een nog betere spreker worden als je voor de camera je gedachten duidelijk en structureel kunt uiten. Wetend dat iemand er anders over kan denken dan jij. Maar dan kan je zeggen, hé, je bent mijn doelgroep niet. Maar een koning op camera doet dus precies hetzelfde. Die komt op voor zijn of haar volk, voor zijn of haar doelgroep online. En ook kijkend naar wat voorheen Ginger heeft verteld, video is niet meer de vraag. In 2021, je ziet het anderen doen en dan wordt de volgende vraag, ja, maar iedereen doet het al, waarom zou ik meegaan met de kudde? Iedereen in video's op, iedereen denkt wijs te zijn, iedereen denkt levenservaring te hebben en dan moet ik hetzelfde gaan doen? Nee, liever niet. Ik ga niet mee in de kudde, maar hoe leuk is het om mee te gaan in wat werkt, videomarketing, de kudde, en jezelf daarin te onderscheiden. Ja, maar de mindset van een koning op camera, dat is stap nummer 1, is ik doe het niet voor mezelf. Ik neem een video op, ik deel dan een stukje kennis, inspiratie voor mijn doelgroep. Want of om 2 uur 's middags of om 2 uur 's nachts, en dat kunnen we niet invullen, komt ons stukje videocontent en dit stukje impact bij iemand terecht die het nodig heeft. En je kunt een life coach zijn. Je kunt iemand helpen met, maakt niet uit, positieve psychologie. Omdat die persoon toevallig negatief denkt op dat moment in zijn of haar leven. En zo kom je tot aan een moment. En ik heb op mijn Instagram veel voorbeelden daarvan. Persoonlijke berichten van niet alleen kinderen, maar ook ouders, ondernemers en coaches. Die zeggen, hey, ik kwam je video tegen, ik had het nodig. Hey, je doorbreekt een taboe, een kind van 14 doet het. En dan heb ik ook een geschiedenis van een andere Instagram account, bestaat niet meer. Ging over een fitte mindset hebben, maar mentaal en fysiek sterk zijn. Dat was een beetje een sportaccount. En ik had daar bijna 4000 volgers en ik keek naar mijn doelgroep en er waren veel kinderen, ik kreeg veel interactie. En ik was er niet blij mee. Sterker nog, ik heb mijn account verwijderd. En ik heb er zoveel spijt van. Ja? Zoveel spijt van. Mag ik hem nog heel even, ja, dat doe ik af en toe voor de nieuwe luisteraars. Ja, is goed. Om heel even samen te vatten of om even juist iets te highlighten. Heel goed. Wat zo belangrijk aan deze marathon is. En dat is dat je dus zei, als je die video maakt, dan moet je niet met die video eigenlijk meer bezig zijn. En dan in de gaten gaan houden hoeveel views die heeft en hoeveel interactie. Want de echte impact en de echte interactie die je met die video maakt, is nooit op het moment dat jij dat denkt of wilt. En vat ik dat zo goed samen, Marco? Prachtig, ja. En is het dan ook niet zo dat jij een regel gemaakt hebt, en ik wil daar zo meteen nog wat meer op ingaan, door ook de luisteraars wat handvaten te geven, hoe je nou wel snel goede video's kunt maken, en daar heb jij wat hele goede best practice cases voor. Maar is het ook niet zo dat jij, Marco, jij bent degene die elke dag video's maakt, en je bent op TikTok natuurlijk doorgebroken en ook op LinkedIn heb je nog en ook nog Instagram, dus dat is best al wat werk. YouTube doe je nog wat mee naast natuurlijk, ja. Dat je dagelijks ook met klanten en opdrachtgevers video's maakt, maar jij hebt gewoon gezegd en ondersteun hier nog even in waarom je dit zo bent gaan denken en zo bent gaan doen. Als ik mijn video geüpload ben ik bezig met de volgende al. Meteen al, toch? Of niet? Ja, dat is inderdaad de mindset. Ja. Vertel daar eens even wat meer over. Waarom en hoe is dat zo ontstaan? En waardoor werkt dat goed? Ja, precies. Dankjewel, Ginger. En sowieso onderbreken of iets toevoegen mag altijd. Dat is juist goed en dat maakt het heel structureel heel duidelijk voor de kijker. Allereerst, we hebben bevestigd, oké, een koning op camera die neemt video's op voor zijn doelgroep, die heeft een missie om de wereld een betere plek te maken. En die vertrouwt erop dat zijn kennis en kunde dat zal doen. Dus je deelt het in een video, je inspireert een ander, maakt impact. Nou, maar ga je dan als ondernemer of coach zoveel tijd besteden, en het kan ook binnen 5 minuten of 50 minuten, ligt eraan hoeveel video je wilt, dit online delen met de angst, hey, straks krijg ik weinig interactie of geen. En ik heb er zoveel tijd in gestopt, kon ik beter klanten gaan werven of kon ik beter iets anders gaan doen? Nou, allereerst terugkomend op de mindset.
Die Ginger zei, hey, als ik een video post, denk ik gelijk aan de volgende. Waarom? Want de video van gisteren is voorbij. De video van vandaag is puur een bouwsteen aan het geheelplaatje. En hier komt het woord, ik denk dat we het als ondernemer of coach allemaal kennen, personal branding. Doen we het? Ik denk weinig. Wat is personal branding? Eigenlijk de persoon achter de missie, het bedrijf, product of dienst, op de voorgrond laten treden. Waarom doe ik wat ik doe en waarom doe ik wat ik doe? Als onzeker tienerjongen ontdekte ik de kracht van video. Want video's van die professionals, Tony Robbins en anderen die ik benoemde, Michael Pilacic, hebben mijn leven veranderd. Dus hoe egoïstisch, en ik breng het even heel hard, hoe egoïstisch ben ik om niet hetzelfde te gaan doen als ik een expertise heb en impact kan maken met mijn gedachten. En hoe kom je dan aan de video? Want laten we dan ook praten over zeg maar, de specifieke kant van content tot video, content idee tot videoboodschap. Er zijn verschillende manieren. Allereerst, iedereen kan wel een 1 minuut video opnemen. Hoi, ik ben, dit is wat ik doe, koop van me. Maar 2-3 minuten, dat zijn ook weer interessante video's. Nou, dat doe je vaak met de video content routine. En dat leren we onze coaches en ondernemers die met ons samenwerken. En dat is in de ochtend. Maar misschien heb je een andere routine, dat mag ook. Neem je de tijd voor jezelf. Of het nou een kwartiertje is of een half uur. Want de video van gisteren maakt echt niks meer uit als je het over 5 jaar geen video's meer plaatst. Echt niet. Ik merk dat ik zelfs een niemand ben in de online wereld. Alleen voor mijn kleine kring en klanten als ik stop met posten. Je doet het voor een groter doel. Dus neem in de ochtend het liefst, dan zijn je hersenen het frist. Is de bloedstroom het snelst en het best. 15 of 30 minuten tijd, dan doe je Bluetooth oordopjes in en luister naar een inspirerende spreker. Vaak luisteren we naar mensen die we mogen omdat ze of op ons lijken, net als wij denken. Of ze zijn een voorbeeld voor ons. Dus beter dan ons op een bepaald gebied. En dan krijg je een idee. En ik kan mijn mobiel. Ik pak mijn mobiel erbij en ik ga naar mijn eigen WhatsApp groep. Dat is nog van mijn studietijd, daar zit ik nog steeds in. Daar heb ik, typ ik zeg maar, ideeën naar mezelf. Per wakker uur, dat is ook interessant onderzocht, wetenschappelijk feit. Dat komt niet van mij. Per wakker uur hebben we gemiddeld 3000 gedachten. Per wakker uur, dus als we een idee krijgen en we vullen in voor een ander, ja, die staat hier waarschijnlijk niet op te wachten, de doelgroep. Dan hebben we ons daarmee zojuist te min gedaan. Dus noteer zo'n idee wat je krijgt. Zelf doe ik bijvoorbeeld 3 kwartier, half uurtje sporten in de ochtend. Heb ik Bluetooth oordopjes in, luister ik naar een podcast of een interview of een audioboek. Nou, ik heb bijvoorbeeld een thema over extravert. Een extravert is iemand die juist energie krijgt van interactie met andere mensen. Hij wordt gezien als open, spontaan en levendig, heb ik geleerd. Nou, ik wist ongeveer de definitie wel. Maar nu kan ik hier een video over maken. Hoe? Hoe onderscheid ik me in de video hiermee? Niet door de ander de les te lezen. Hey, dit is een extravert. Theorie, theorie, theorie. Maar door mezelf als mens hierin te onderscheiden. Dus wie ben ik in dit verhaal? Ik ben een introvert. En hoe heb ik weten leren van andere extroverts? En dit kan dan een stukje videocontent zijn. Ik pak vaak pakkende titels. Ik hou ervan om de grenzen op te zoeken, maar dat hoef je niet te doen in je eigen content. Ik heb hier opgeschreven, extraverts zijn zwak. Nou, het is natuurlijk, ik leg het uit dat ik dat niet zo bedoel. Maar ik licht ook wel toe waarom ik het toch heb uitgesproken in de video. De eerste 3 seconden ook, overigens, in zo'n video. Als we daar niet de aandacht grijpen met video storytelling, dan scrolt de ander door. Dus dat besefmoment, als je dan de video content routine hebt en je neemt elke dag, om de dag, om de 3 dagen tijd voor jezelf in de ochtend. Ik kan 2 minuten luisteren naar het gesprek hier, Influencer Marketing Marathon, Loyal Influencers. En binnen 2 minuten krijg ik 5 tot 10 thema's. En zo helpen we ook met het videomarketingbedrijf. Hey, hoe kom je dan aan unieke thema's? Echt op maat gemaakt vanuit je eigen leven, eigen expertise. Waarmee je jezelf onderscheidt. Maar de volgende stap is het gaan posten. En dat is een barrière om te doorbreken. Marco? Ja? Ja, ik ga het even samenvatten. Want dit zijn zoveel bruikbare tips. Dat moet echt even goed gerangschikt worden. Ja. Dus, en ik ga dat ook even nog wetenschappelijk onderbouwen. Wetenschappelijk is inderdaad zo, en dat is bekend, dat je 's ochtends de meeste inspiratie en het meest creatief bent. En dat komt omdat je nog de minste vervuilde gedachtes van de hele dag in je hoofd hebt. En je nog het meest intuïtief en spiritueel creatief bent.
denkt. Als onzeker tienerjongen kwam ik achter de kracht van video. Want het maakt je niet alleen een betere spreker, maar je zult gegarandeerd als je die video op social media deelt, ook een ander inspireren. Iemand staat te wachten op jouw unieke inzichten en ervaringen. En nu is het mijn droom en doel om in Nederland, in België en uiteindelijk in de hele wereld te hebben. Vol zelfverzekerde mannen en vrouwen op camera die een ander met een video weet te inspireren en vanuit de kern presenteert.